Even een ontwerpje downloaden en daar rolt er uit de printer een nieuw huis. Zo makkelijk gaat het natuurlijk niet, maar in Meerhoven is vrijdag wel het eerste huis in gebruik genomen dat gemaakt is met een 3D-betonprinter. Ik ben heel erg blij dat het er is, maar ik vind het ook heel erg spannend hoe de bewoner zo'n vorm die heel erg vrij is, gaat ervaren als hij erin woont. En daar zit de grootste spanning eigenlijk. De eerste huurders kregen vrijdag hun sleutel. Elise en Harry gaan een half jaar proefwonen in het 3D-geprinte huis. En ze zijn dol enthousiast. Ik zie het huis van buiten. Prachtig. De techniek voor 3D-betonprinten heeft de TU Eindhoven al een paar jaar geleden ontwikkeld. Het duurde een paar jaar voor het eerste huis klaar was. Maar de betrokken partij verwachtte dat over een paar jaar heel veel huizen op deze manier gebouwd gaan worden. 3D-printtechniek heeft in andere werelden dan die van de bouw laten zien hoe waardevol en hoeveel nieuwe innovaties het mogelijk maakt. Ik ben ervan overtuigd dat ook met beton in de bouw dezelfde weg gaat afleggen. Maar nu gaat het eerst om ervaring op te doen. Met de techniek, maar ook met het wonen in zo'n geprint huis. Deze woning is vergund. Er zit een complete bouwvergunning op. Of doet aan alle eisen van een normale woning. Dus daar zit denk ik niet de verrassing meer. Maar hoe de woning beleefd wordt, daar gaan we heel veel van leren voor de volgende woningen. Het 3D-printen zorgt er ook voor dat huizen niet meer rechthoekig hoeven te zijn. Juist ronde vormen passen goed bij deze techniek. Al wordt er wel steeds meer mogelijk. De volgende slag die we nog moeten gaan maken met deze woning is dat we minder materiaal gaan gebruiken en dat we nog veel meer gaan leren van wat de techniek ons brengt. De robot en het materiaal kunnen we nog veel mooiere woningen van bouwen dan deze woning hier achter ons staat. Want dat wordt nu toch vooral vergeleken met een huisje van de Flintstones of uit het Sprookjesbos. Al vinden de huurders dat juist zo leuk. Een beetje zoals vroeger, dat je in een speelpark als kind verwondering kon hebben voor een bepaald huisje waar Hans en Griekje uitkwam of zo. En eenvoudig ligt het niet, maar die verwondering die heb ik wel als ik dit huis zie en daar op toe loop. In Meerhoven worden de komende jaren nog 4 van zulke huizen gebouwd. Maar die gaan er wel weer een beetje anders uitzien.